volgen. Vanmorgen heeft de Raad van State dus een streep gezet door de bouwvrijstelling voor stikstof. En daarmee bereikt de stikstofstress een nieuwe piek. Want deze uitspraak heeft gevolgen voor toekomstige bouwprojecten, terwijl we de nieuwe woningen wel uit de grond willen kijken. En dan was er ook nog de kersverse landbouwminister Piet Adema, die het stikstofdebat verder op scherp zette met een interview in Trouw, waarin hij opnieuw de stikstofdeadline van 2030 ter discussie stelt. We gaan dus snel naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag. Goedemiddag, Liesbeth. Leendert, eerst maar even over die Raad van State. Hè. Hoe is er in Den Haag gereageerd op die uitspraak? We hebben net een reactie gekregen van stikstofminister Van der Wal en bouwminister Hugo de Jonge. Dan laten we bij die laatste even beginnen. Voor de bouw is dit gewoon een tegenvaller, want het betekent namelijk gewoon vertraging. Dus wat ons te doen staat, is die impact de komende weken goed doorgronden. Dat is één. En twee is te komen met een pakket aan maatregelen om te zorgen dat we versneld die stikstofuitstoot ook realiseren. Zo snel als het gaat. Om daarmee te zorgen dat er wel weer gewoon gebouwd kan worden. Of gewoon dat er weer gebouwd kan worden. Ja, en stikstofminister Van der Wal had ook een duidelijke boodschap wat betreft de oplossing en hoe we in de toekomst moeten omgaan met wetgeving. Ik heb al heel vaak gezegd, de tijd van geitenpaadjes, de randjes opzoeken of de rafelrandjes opzoeken is echt voorbij. En ik denk dat de uitspraak van vandaag daar gewoon echt een bevestiging van is. Het moet robuust zijn, het moet juridisch houdbaar zijn. En alle andere oplossingen die we steeds weer willen verkennen, los van daadwerkelijk met urgentie minder stikstof uitstoten, ja, dat zijn allemaal geen goede routes. We moeten echt minder stikstof uitstoten. Dat is de enige route naar een oplossing. Nou, dat is een heel duidelijk signaal dat Van der Wal hier geeft. Ja, dat heeft ze ook heel vaak herhaald en heel vaak gezegd. Deze uitspraak kwam ook echt niet als een verrassing. Zowel niet bij het kabinet, bij het ministerie niet, maar ook niet bij Kamerleden. Iedereen zag het wel aankomen. En in het gebouw van de Tweede Kamer, ook bij Kamerleden, je voelt een soort moedeloosheid. Mm. Weer een fikse tegenvaller. En ik sprak ook nog eventjes met Laura Bromet van GroenLinks. Je moet echt handelen. En het kabinet handelt niet. Die zit alleen maar te praten en allerlei praatcircussen op te tuigen. Met als gevolg dat nu die hele bouw op zijn gat dreigt te vervallen. Haar woningen niet meer gebouwd kunnen worden. Ik maak me ook grote zorgen over het voortbestaan van bouwbedrijven. Want je moet er toch niet aan denken dat straks een faillissementsgolf gaat door de bouwsector. En dat allemaal omdat er niet ingegrepen wordt in de uitwassen van de veehouderij. Nou, morgen, Liesbeth, wordt gedebatteerd over het rapport Remkes. En er is vandaag een regeling van werkzaamheden geweest, zoals ze dat hier in Den Haag noemen. En daar heeft Jesse Klaver gevraagd of het dan ook kan gaan over deze uitspraak van de Raad van State rondom stikstof en de bouw. En dat gaat gebeuren, dus het debatje gaat wat langer duren. En het zal ook gaan dus over stikstof en bouwen. Ja, want nog heel even, hè, want die vrijstelling voor stikstof voor de bouwsector, als ik het goed begrijp, dan was dat eigenlijk bouwen op de pof. Zonder meteen te hoeven berekenen hoeveel stikstof er vrij zou komen bij de bouw. Ja, je zegt het goed. Van der Wal noemde het ook zo, bouwen op de pof. De onderbouwing van de bouwvrijstelling was: we gaan heel veel maatregelen nemen in de toekomst om stikstof te reduceren en de kwaliteit van de natuur te herstellen. En daarom kunnen we alvast op die toekomst kunnen we alvast vooruit. Dat was een beetje rijkrekenen eigenlijk. Dat was een beetje rijkrekenen. En er is nu eigenlijk gezegd van die onderbouwing die is niet goed. Eerst resultaat vanaf nu en dan pas kan je een vrijstelling krijgen. Ja. En hoe groot er zijn, want Laura Bromet hoorde ik net al zeggen, die is bang dat er een faillissementsgolf door de bouwsector gaat komen. Want wat zijn die gevolgen? Ja, de gevolgen zijn groot. Er kan nog wel gebouwd worden, maar het is wel lastig. Bij de bouwvrijstelling was het niet nodig om dus een berekening te laten maken naar de gevolgen voor de natuur. Ja, en dat moet nu wel. En dat gaat een hoop vertraging opleveren. Dat zei Hugo de Jonge net ook al. En Maxime van Verhagen van Bouwend Nederland maakt zich ook grote zorgen. Als je voor elk bouwproject moet gaan aantonen dat de realisatie niet zal leiden tot meer stikstofuitstoot, dus het moet in grosso modo moet het nul zijn, zal die vergunningverlening zal enorm vertragen. Dus de huizenzoeker, de klimaatambities en de energietransitie, die zijn gewoon de klos. Ja.
En dan was er ook nog de verse minister Piet Adema van Landbouw. Die deed vanmorgen ook nog een duit in het zakje. Hij stelde in Trouw dat die deadline van 2030... ja, daar moeten we misschien ook anders naar kijken. Ja, dat was ontzettend onhandig. Laten we het maar eventjes zo noemen. Beetje déjà vu, hè? Ja, we hebben natuurlijk ook al een keertje bij Hoekstra... hebben we het ook gezien dat hij een interview gaf. En vandaag... Uitspraak Raad van State. Morgen debat over rapport Remkes. En 2030, als je erover begint... iedereen zal het op zijn eigen manier uitleggen. Ook de woorden van Piet Adema worden nu op verschillende manieren uitgelegd. Piet Adema zegt, ik spreek... En wat ik zeg staat ook in het advies Remkes. Nou, je kan er ook anders naar kijken. Wat hij zegt, hij namelijk... Ja, op het moment dat het al goed gaat met de natuur... hoeven die doelstellingen... Hè, dus op het moment dat de natuurherstel echt ingezet is... ja, dan hoeven we niet meer zo strak te kijken naar 2030. Dan kunnen we dat ook wel loslaten. Nou, als je dan het rapport Remkes kijkt... dan staat dat er inderdaad wel in. Maar er staat wel een hele duidelijke en in. En dat is dat er wel... echt redenen moeten zijn om dan een tot uitstel. Hè? Het moet dwingende reden zijn om uit te stellen. En dat zegt hij er niet bij. Waardoor het lijkt, ja, als je zometeen goed op weg bent... ja, dan kunnen we 2030 wel loslaten. Okay. Ja, dat is niet het geval. Oké. Okay. Nou ja, het is wel een hele grote stikstofknoop aan het worden daar. Ja, het is stikstofweek vandaag. Ja, ondertussen is hopelijk bij jou ook D66-Kamerlid Tjeerd de Groot aangeschoven. Welkom. Goedemiddag. Ja, u kunt niet echt verrast zijn geweest, toch, vanmorgen... door de uitspraak van de Raad van State? Nee, dit was wel echt een kwetsbaar element. Hè. Het is heel belangrijk om die huizen te bouwen. Dat willen we allemaal. En het andere belangrijke is die energietransitie. Dat zijn zaken die je ook met elkaar wilt. Maar je moet dat doen door eerst de natuur te beschermen. Want op dit moment praten we er veel over... maar er gebeurt gewoon nog veel te weinig. Ja, maar waarom heeft u eigenlijk ook ingestemd... met die vrijstelling voor de bouw? Als al duidelijk was dat de Raad van State die route... dat geitenpaadje, zoals het genoemd wordt... dat bouwen op de POF bij voorbaat eigenlijk al niet zag zitten. Nou, dat was ook niet de inzet van D66 toen. Maar je sluit compromissen, omdat je niet als één partij het voor het zeggen hebt. Maar we hebben er toen wel bij opgemerkt dat dit een kwetsbaar element is... in de hele aanpak. Nou, dat is ook helaas gebleken. En dat betekent dat we gewoon nu toch naar een andere aanpak moeten gaan. Ja, maar Leendert, hoe zie jij dat? Heeft de politiek deze tegenvaller? Iedereen is zo teleurgesteld en spreekt over tegenwind. Ja, heeft Den Haag dat aan zichzelf te danken? Ja, ik ben nog even gaan kijken naar het debat dat in december 2020 hierover gevoerd is. Waar ook de bouwvrijstelling ter sprake kwam. Ja, en er wordt wel degelijk door partijen, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren... maar de heer De Groot heeft er ook over gezegd dat het kwetsbaar, was en is. Er wordt gezegd van ja, dit kan je eigenlijk niet doen. Juridisch houdt dit waarschijnlijk geen stand. En dat werd gezegd omdat er al een advies vanuit de Raad van State was geweest... waarin dat ook gezegd werd. En vandaag is het ook weer benoemd. Onder andere door Mobilisation for the Environment... die de rechtszaak hebben aangespannen. Ja, als je de uitspraak, de pasuitspraak van de tweede uit 2019... op de uitspraak van vandaag legt... ja, ze lijken heel erg op elkaar. Ja. En hoe komt dat? Omdat er weer eenzelfde geitenpaadje is gekozen... waar je van tevoren van had kunnen weten... Ja, dit gaat geen stand houden. Als er één iemand naar de rechter stapt... dan wordt het weer van tafel geveegd. Ja. Ja, dus dit heeft politiek Den Haag wel aan zichzelf te danken. Het is letterlijk de ezel die zich voor de tweede keer... aan dezelfde steen heeft gestoten. Ja, en deze keer dan met enorme gevolgen voor die bouwsector. Tjeerd de Groot, wat ziet u als een oplossing? Nou, wat de Raad van State kritisch op is... is de hele vrijblijvendheid van de huidige aanpak. Het is op grote basis van vrijwilligheid... wat een groot goed is in onze samenleving. Maar je zult na vandaag geen andere optie meer hebben... en het is ook een beetje de olifant in de Kamer... dan te zeggen, ja, vrijwilligheid is goed als basis... maar je zult ook moeten uitspreken dat je bereid bent tot onteigenen. Ja. En dat zweeft een beetje boven deze discussie... maar dit heeft wel duidelijk gemaakt dat je niet op de huidige manier door kunt. Nou, maar misschien Remkes kunt u er dan woorden aan geven, als het er boven zweeft. Betekent dat we gewoon die 500-600 piekbelasters moeten gaan uitkopen? Ja, het is precies dat onderdeel van het advies van Remkes... wat het kabinet niet overneemt. En dat is het onderdeel waarin Remkes zegt... ga nou heel gericht 500-600 piekbelasters benaderen, misschien wel meer... en ga met hen het gesprek aan...
en geven een offer you cannot refuse. Ja. Nou, reageren ze daar niet binnen een jaar op of kom je daar niet uit? Ja, dan is het helaas heel pijnlijk, heel ingrijpend, maar dan moet je om te kunnen bouwen, om die energietransitie te kunnen doen en om de natuur te beschermen, dan zul je moeten gaan onteigenen. En dat is ook wat D66 gaat voorstellen morgen. Het kabinet heeft uitgerekend dit element van Remkes niet overgenomen. En ik denk dat we er gewoon niet aan ontkomen. Leendert, piekbelasters uitkopen en wat dwingender dan op vrijwillige basis, is dat genoeg om de stikstof omlaag te krijgen? Het is een hele lastige route. Ten eerste, 500 tot 600 piekbelasters kan je hierbij afvragen, is dat genoeg? We horen achter de schermen bij LNV dat ze misschien wel denken aan 3.500 piekbelasters uitkopen. Dan hebben we het overigens niet alleen over boeren, maar dan heb je het ook over de industrie, waar veel stikstof uitgestoten wordt. Dan moet je ook naar de luchtvaart kijken, naar de scheepvaart. Maar dat is best wel veel. Maar dan zit je nog met een paar andere problemen. Er is een PBL-rapport waarin staat, uitkopen is een lastige route, zowel vrijwillig als verplicht. En dan is er nog wel iets overgenomen uit het rapport Remkes. En dat is namelijk, op het moment dat er stikstofruimte is, dan zal dat eerst naar de pasmelders moeten gaan. De mensen die de dupe zijn geworden van de pasregeling. Vooral boeren. Ja, en als zij voorrang krijgen, dan betekent dat eerst die stikstofruimte naar boeren gaat. Dus dan koop je boeren uit om weer stikstofruimte aan boeren te geven. En daarna kan je pas gaan kijken naar grote bouwprojecten. Dus ja, het klinkt als een hele lange route. Een lange weg, ja, inderdaad. Ja, Tjeerd de Groot, wat betekent dit? Want er staat weer, de kaarten zijn weer heel anders geschud na vandaag. Is het crisis in de coalitie? Nou, het betekent dat je opnieuw naar de situatie moet kijken. En de pasmelders, hè, dus die boeren die buiten hun schuld zonder vergunning zitten, ja, daar zul je iets voor moeten doen. Maar aan de andere kant zullen we ook hier vanuit het algemene belang, het belang wat we allemaal hebben bij die woningbouw en bij die energietransitie, dat zijn toch de grote thema's van dit moment, zullen we daar een afweging moeten maken. En wat D66 betreft kiezen we dan voor die twee. Maar u zegt, ja, gedwongen uitkopen als het echt niet anders kan. Dat vindt D66. Maar gaat uw partij in de coalitie dat ook verdedigen, dat standpunt? Dat gaan we zeker verdedigen. Hè. Of je dat realiseert. Maar in de coalitie ook? Ja, zeker, in de coalitie. Of we daar de handen voor op elkaar krijgen, is dan weer een andere ding. Maar ik denk, het is ook aan politieke partijen om te benoemen, hoe pijnlijk ook, wat er nodig is om uit deze crisis te komen. En het is een crisis, en dat vergeten we wel eens, van de natuur. En dus, het is onze omgeving, het is onze schone lucht die we met elkaar inademen. En dat hebben we veel te lang voor ons uitgeschoven. Dank jullie wel, politiek verslaggever Leendert Beekman en D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.